Vandaag gaan we koken met ballet en we gaan maken verse tomatensoep. Als eerste snijden we de uien fijn. Snijden we vervolgens de knoflook fijn. Nu snijden we de tomaat in blokjes. Gooi wat olie in de pan, voeg de uien en knoflook toe. Snijd dit tot het bruin is. Als de uien en de knoflook klaar zijn, voeg je deze tomaten toe. Voeg een potje tomatenpuree toe. 750 ml water toe. Voeg een groente bouillonblokje toe in de pan. Beetje basilicum toe. Alles maar met de staaf mixen. Voeg vervolgens peper en zout na smaak. Ook maken we een lekker broodje met een kruidenboter bij de soep. Het oven aan, plaats het broodje erin. Nu is de rest klaar, dus we gaan eerst het broodje snijden, maar dan gaan we eten. De soep is heerlijk.